Afgelopen week was het zover, het moment dat Tino Martin de nieuwe versie van het nummer, Ik heb de zomer in mijn pol van André Hazes SR, ging zingen. Yvonne Koudewijer reageert hierop en noemt het nummer Tenenkomend. De beelden van dit optreden halen heel wat emoties naar boven bij Jivonne. Niet omdat het haar raakt, althans niet op een positieve manier in ieder geval. Nooit gedacht dat ik dit zou zeggen, maar doe mij dan tromaar, post Yvonne op haar juist c wat tenen om te zien hoe Tino deze klassieker verkracht. Over dit optreden was hier al ophef. Yvonne liet hier al weten dat het nooit de bedoeling is geweest dat Tino dit nummer zou zingen. André H.J.R. heeft namelijk ooit laten weten graag met Chris Cross Amsterdam deze klassieker van zijn vader te zingen. En dat hij dan samen zou zingen met de stem van zijn vader, zegt Yvonne. Hij heeft dit idee toen met zijn moeder gedeeld. Maar omdat zij en elkaar nu niet meer spreken, heeft ze zijn idee gejat en express Tino Martin gevraagd om de collab te doen. Ze gaan het zelfs zingen bij Holland Singt Hazes. De manager van André bevestigde dit verhaal ook aan RTL Boulevard. André is niet boos, maar voelt zich wel aan de kant gezet door zijn moeder. Ideeën voor nieuwe muziek zijn er altijd en het zou best kunnen dat André dit idee in eerste instantie heeft geopperd. Wat de andere partij daar uiteindelijk meedoet, is aan hen. Maar ik vind het best vreemd dat André überhaupt niet is gevraagd voor dit project.